Joop, ik kijk naar even op teletext. Pagina 830, tweede pagina. Tweede periode bovenaan FCM. En beter kun je de periode niet beginnen. Nee, maar als je er één wedstrijd in gespeeld hebt en je hebt een 6-0 uitslag neergezet, dan is de kans groot dat je bovenaan staat. Ja, nou ja, het is gewoon, ik vind het gewoon genieten zo'n wedstrijd. Ik bedoel, we gaan er lekker in en meer kunnen we niet zeggen, denk ik. Wat is nou de beslissing in de wedstrijd? Is dat die strafschop of misschien wel die 1-0 van jou? Nou ja, ik denk de 3-0. Ik bedoel, 2-0, 1 goal en dan staan zij weer erin. Ja, en dan 3-0 daarna, dus maken we de 4-0 en dan is het over. Ja, dat is moeilijk aan te geven, want het is een schitterende goal. Echt een wereldgoal van Jurjan Mannes. En breekt dat nu MVV uiteindelijk? Of gaf ons dat de nodige spirit? En laten we hem maar op beide houden. We hebben het na de rode kaart prima uitgespeeld. En de rust ook aangegeven dat we niet een gezapige tweede helft ervan moeten maken. Dat we honger moeten hebben naar meer goals. En na de 6-0 en nog een kwartier te spelen, dacht ik, zat er een record in. En in een schandvlek die we vorig jaar nog even wilden wegwerken. Dus daar hoopte ik op. Alleen zat er even niet meer in. Want ze hebben zoveel energie verbruikt aan de 6-0 al dat ze niet meer konden. Ja, totaal niet lastig, denk ik. Trainer hamer erop in de kleedkamer van we willen door. 4, 5, 6 en we moeten vooruit blijven spelen. Dus iedereen had hetzelfde kopje en neus aan dezelfde kant op. Dus dat is makkelijk. Absoluut, ja. In het begin hadden we nog wat aanknopingspunten voor hem. Om wat functioneler te spelen. Hij neemt en geeft heel veel risico's in zijn spel, als ook dicht bij onze goal. En dat willen we juist niet. Kijk, positiespel om het positiespel spelen levert niet zoveel op. Maar om er doorheen te spelen en de goede keuzes direct te maken, en dat heeft Mannes de laatste paar weken wel goed gedaan. Toen zeiden we ook van, je verdient het nu ook om voor Banning te spelen. Nou, lekker weekend verder. Ja, ik heb ze morgen vrijgegeven. Ja, hoogtepunt van deze wedstrijd, dat kan bijna niet anders. De eerste treffer in betaald voetbal van Saïd Bakati en je was er heel erg blij mee. Ja, absoluut. Ja, dat is het teken van nooit opgeven. Elke dag 100% geven en uiteindelijk vandaag vliegt hij erin. Ja, niet stijf in de kruising kunnen we wel zeggen, maar dat maakt dan ook niet uit, hè, want het was een geplaatst schot, kunnen we het zo noemen? Ja, binnenkantje voet, verre hoek. Ja, zo mag je hem noemen, ja. Maar de vreugde was enorm. Ja, absoluut. De rest ook. De jongens om me heen allemaal. Daarvoor doe je het ook. En het publiek. Dus je zag dat iedereen blij was toen ik scoorde. En zelf had ik ook een aardige binnenpretje. Ja, want ik zag je over de knieën over het gras gaan. Ik denk, het leek wel of je die Europa Cup had binnengehaald. Ja, ik zie het vaak op Sport 1. Dat die topspitsen dat maar doen. En dit keer was het de topback van FCM.